zal hem wel plezier hebben gedaan. Als er twee zonen erbij waren, als ze wakker werd. Ja. Hij gaat wel heel veel hulp nodig hebben. Ik wil gewoon dat je weet dat ik er voor je ben als je daarover wilt praten. Ik wil nog even merci zeggen. Hoe dat je Tommy zo professioneel hebt buitengezet. Dank je. Dat is geen probleem. Dat is het minste wat ik voor u kan doen. Voor Emma zou ik exact hetzelfde hebben gedaan. Misschien moet mijn onderbeen terug geopereerd worden. Nee. Ja. Hé. Hey. Ik heb al veel over je gehoord. Ik ook over u. Wat krijgen we nu? Hoe zie jij er nu eigenlijk uit? Wat? Schoon mijn stijl? Je stijl. Zo ineens. En zoveel make-up. Dat is gothic. Ik vind dat mooi. Gothic. Ja, je was vroeger toch ook zo? Je hebt dat zelf nog gezegd. En papa zei dat je precies een vleermuis waard. Ja, dat is wel waar, mama. Dat heb je zelf gezegd, hè? Ik zeg niet dat je je eigen stijl niet mocht hebben, hè. Maar zo van de ene moment op de andere. En dan zoveel make-up. Ik vind u er echt te jong voor. En dan zo donker. Ja, ik denk wel dat ik een ideetje heb hoe dat komt, niet? Hoezo? Zit die Jens daar toevallig tussen? Emma, waarom moet je mij nu weer verraden? Zeg, ik kan even niet volgen, hè? Ons Louise die heeft een vriendje. Zijn naam is Jens en hij is ook van de vleermuizenfamilie. Echt, lacht een beetje met jezelf, hè? Sorry. Zeg, dat vriendje, daar is hij ook wel wat te jong voor, hè? Wie is dat eigenlijk? En zit hij bij jullie op school en in welk jaar? Ik heb die wel eens zien passeren op school, maar die moet in het zesde zitten of zo. Maar blief? En hoe oud is die kerel? 17, 18 zeker. Zeg, daar gaan we toch nog wel eens een hartig woordje moeten over zeggen, hè? Wanneer mag je nu uit naar huis? Dat weet ik niet. Dat gaat denk ik nog even duren. En sowieso komt er een heleboel revalidatie aan te pas. Wat betekent dat, revalidatie? Ik mag ze minstens nog 6 weken niet lopen op mijn been. En zolang mijn schouder niet in de haak is, is platte rust, vrees ik. Amai. Ja. Ik hoop echt dat die chauffeur beseft wat hij heeft aangedaan. Ja. Dus dat betekent geen squash meer, of wat? Nee. Maar... Dat zit er even niet in, nee. Maar misschien kun jij mee gaan squashen. Ik? Ja. Ik heb dat nog nooit gedaan, hoor. Allee. Ik deed dat vroeger altijd op sportkamp. Dat is keileuk. En ik denk dat dat je wel goed gaat doen. Wat doe je daarmee? Niks. Ik kan mijn grief gebruiken. Ja. Ja, voilà. Ik zie dat al voor mij. Ik deed hier op bijntje in een squashhaal. Guillaume, doe maar rustig. Ja. Het is al goed genoeg dat jullie mij moeten komen bezoeken in het ziekenhuis. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe gaat je dat nu doen als je thuis bent? Je kunt niks bewegen. Ja, hier. Ik reken op onze Guillaume. Het zal nodig zijn. Ja, als papa kan altijd mee rekenen, maar over die sanitaire bezoekskus moet ik nog wel even nadenken. Nee, dat zal niet nodig zijn. Okay. Als je hulp nodig hebt, ik wil altijd komen helpen. Dat is fijn, dank je. Ah, voilà. Dat is onze nieuwe personal assistant, ons erbijntje. Die kan nu een sanitaire bezoekskus doen. Ik ben blij dat ik jullie gezien heb. Allemaal. It's barely enough to pay the rent. Yeah, he's been diving in the deep end ever since she walked away. There's only one thing keeping him together. Are you cool? Sit. Bye, Papa. No. Je hebt nog niet gegeten. Ja, wacht je niet op mij? Ik heb geen babysit nodig om naar school te gaan. Daar gaan we nog wel mee meemaken, ze. Op
zo'n moment mis ik je vader echt. Hè. Maar dat komt wel goed. Ik weet het toch niet. Jij hebt zwaar gepuberd. En nog, maar ons Louise. Het is toch goed gekomen met mij? Ja, voorlopig wel. Maar die weet hem naar Jens. Ik hoop maar dat ze geen stommiteiten uithaalt. We gaan haar toch echt wel wat in de gaten moeten houden. Zo. Ik ga haar nu ook wel niet lopen bespioneren of zo. Hè? Nee, dat vraag ik ook niet. Maar we moeten gewoon weten waar we aan toe zijn. Papa was ook echt erg geschrokken toen hem Louise gisteren zo zag. Ja? Was dat niet gewoon een déjà vu of zo, vleermuis? Ik droeg misschien veel zwarte kleren, hè, maar zo die make-up en die zwarte lippen, daar moest ik ook niet mee thuiskomen, hoor. Ik zou eigenlijk wel eens foto's van je willen zien van vroeger. Wish. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing. And the way they're holding you so tight. Gelukt met die klusjes in de superet? Ja, papa was tevreden. Zelfs hij. Wow. En nog iets gehoord van het bloemenmeisje? Ik weet er wonen. Je weet er wonen? De adres stond op de affiche dus. Oké, okay, en nu kaartjes sturen. Heeft dit briefje schrijven? Nee, toevallig passeren. Toevallig passeren? Ja. Remy? Nee. Je weet dat dat wat aan leidt, hè. De vorige keer ook. Met Stefan. Ga ik niet doen. Dat was spionage. Maar wat is het verschil? In dezelfde stad wonen. Dat is het verschil. Veel plezier, maar ik ga niet mee. Sorry. Waarom kunnen we nu ook gewoon wachten tot die talent hier achter is, Jamil? We kunnen er ook zien. Dat is keiver. Misschien heeft ze me dan al vergeten. Ik heb het precies zwaar te pakken. Dat is liefde op het eerste gezicht. Ja, kan. Staat toch? Tuurlijk. Als ze langs beide kanten komt, hè. Maar jij snapt dat niet. Je moest de blonde haren niet zien. En dan was het zo schattig dat hij dat rolstoeltje verdoofd duwde. Echt... Stefan was zo sympathiek. Het is wel een originele manier om je schoonvader te ontmoeten. Hè. Ja. Misschien moet ik Robin eens voorstellen om een feestje te organiseren of zo. Als hij met het ziekenhuis komt. Ja, maar ik zou het dan wel niet te druk maken. Als je zojuist een ongeval hebt gehad. Ja, oké. Okay. Dat is ook weer waar. Dus de nopthuis is voor ons. Dus. Wow, is dat je zus? Ja, maar zo is die vanmorgen niet vertrokken. Hè? Verkleedfeestje gehad. Het is daarom dat je vanmorgen zo snel weg moest. Maar als mama dat ziet dat jij zo naar school gaat. Die moet dat toch niet weten? En dan nog, toch niks verkeerd? Ja. Amai, arrogant vind je? Ik kwam eerst nog het voordeel van de twijfel geven, maar... Maar is dat die haar lief dan, of...? Blijkbaar. Amai. Wat een toffe familiefeest. Voilà. Wat heb ik daar aan verdiend, hè? Gewoon. Heb je wat gemist? Zeg, wil je misschien met mij mee naar huis gaan nu? Alleen mijn mama zijn aan het werken en we hebben het huis voor ons alleen. Oké, voilà. Wat zijn we van plan? Nee, gewoon een beetje quality time. Kijk, het is een zeer aanlokkelijk voorstel, maar ik ga niet gaan, sorry. Mijn mama heeft juist gevraagd of ik vanavond eens wil thuisblijven. Aangezien dat Stefan in het ziekenhuis ligt, heeft ze mij niet veel gezien en ben ik daar nogal veel mee bezig. En je snapt mij. Ik vind dat echt heel schoon dat jij dat allemaal aantrekt van Stefan. Ja, ik weet niet. Dat is raar, hè, om te zeggen, maar het is precies dat dat normaal is dat ik dat doe. Ik weet niet. Ik doe dat nu voor de mensen die ik graag zie. Je zou dat voor mij ook doen. Wat denk je zelf? Lijkt het u geen idee om iets te organiseren voor Stefan als hij terug van het ziekenhuis komt? Allee, niks groots, hè, maar gewoon het huis wat versieren. Een paar hapjes bij mijn vieren. Ja, dat is een goed idee. Tof. Oké. Okay. Ik zal het Guillaume voorstellen. Goed? Dat is heel goed. En dan laat je mij iets weten en dan zal ik voor de versiering zorgen. Dat is goed, deal.
En dat je het zegt, zo slecht zijt je nog niet in versieren. Zeker, zeker. Maar aangezien jij niet mee bij mij naar huis komt, moet ik misschien wat vaker oefenen. Dat kan ook. Sometimes I'm beaten. Sometimes I'm broke. 'Cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Hey? Madeleine. Ik bedoel Madeleine. Madeleine. Ja, sorry, ik ben een beetje in de war. Kent je me nog? Ja, ja, jongen van de Super 8. Jamil. Ja, ik woon hier in de stad en ik dacht, ik kom eens even wandelen. Waar woont je? Achter het water? Niet achter deze water, hè, maar... Dat is wel echt een heel andere kant van de stad, hè. Ja, maar... Ik moest hier... Ah! Just, mama had mij gevraagd om kaas te gaan halen en... Ja, ja. Nee. Ik had uw affiche gezien en uw adres stond daarop en ik moest u gewoon nog eens zien. Je kunt mij toch ook op Facebook zien? Dat heb ik gedaan, maar ik durfde u niet toevoegen, want dan komt er zo stalkerig over. En dit komt niet stalkerig over. Hey, ik ben maar aan het lachen, hè. Vind je het leuk om u nog eens te zien? Echt? Dat is mijn zus. Dat is zo anders. Die Jens geeft mij gewoon zo'n raar gevoel. Toffe slingers, maar het mooiste van allemaal. Goedendag. Gaan we hier om de hoek iets drinken? Ik ken dat daar, maar ik krijg daar niet binnen met mijn rolstoel. Ik heb de post meegepakt. Waar zou het zijn? China of zo, denk ik. Het zal wel iets wat werk zijn. Hier is Jens er een bijntje. Wat zijn we allemaal aan het doen? Ik ben thuis versierd en zo.